De uitleg van de workout van zaterdag 14 november. Je start met een warm-up van 15 minuten ongeveer. Bestaat uit drie blokken van twee rondes. De eerste blok is um, 10 push-up plus, 30 seconden hollow hold en 30 speed steps met je voeten om en om. Daarna 1 minuut rust en dat herhaal je twee keer. De tweede blok is 10 plank to pike, 10 langzame alternating tuck-ups en 30 single-unders en één minuut rust. Twee rondes. En de laatste is eigenlijk al de workout, maar dan in warming up een versie zeg maar daarvan. 5 push-ups, 5 ab mat sit-ups en 30 seconden double unders. Stel dat jouw push-up op de hoogste box is, dan doe je dat ook al hier op de hoogste box. Stel dat jouw push-up op de grond is, dan doe je dat op de grond. Dus hier kies je de de versie eigenlijk die je tijdens de workout gaat doen. Voor de app met sit-up. Je mag je benen gestrekt houden en je mag met gebogen benen. Ik doe het zo nog even voor. En de double under. Het is een eigenlijk een 30 seconden double under test voor jezelf. Twee keer zelfs, want het is twee rondes. Stel je haalt er de eerste 30 seconden 10. Dan ga je hier bij de workout in plaats van 21 double unders doe je er 10. Stel dat je de eerste ronde er 21 doet en de tweede ronde 5 en dan kan het zijn dat het niet je double under dag is vandaag kies even zelf maak even een inschatting van dit zou een reëel aantal zijn voor mij want die 21 double unders daar wil je wel echt maximaal 30 seconden over doen nou voor de workout heb je 27 minuten de tijd nodig inclusief de rust want het zijn 5 uh, 3 minuten m-wraps dus zoveel mogelijk herhalingen als je kan in 3 minuten tijd van 7 push-ups, 14 ab mat sit-ups en 21 double unders. Blijf je herhalen totdat 3 minuten voorbij zijn en dan heb je 3 minuten rust. Dus eigenlijk stel je gewoon als je een timer hebt 3 minuten, 3 minuten keer 5, dan heb je je workout voor de timer. En je gaat elke keer door waar je gebleven was. Dus stel je hebt 2 rondes gedaan plus 5 ab mat sit-ups dan doe je uh, de volgende m van 3 minuten. Start je dan weer bij app met setup nummer 6. Allright. Um, voor de Double Under had ik al gezegd: uh, 30 seconden test en hou dat aantal gewoon strak aan. Stel dat Double Under er helemaal niet in zit. Dan ga je voor of 21 Double Taps zonder springtouw Of 42. Single-unders. Oké, okay, de uitleg voor de workout van zaterdag 14 november. Uh, we starten met de warming-up. En je begint met een push-up plus. Dat betekent dat je in de plankpositie gaat staan. En je duwt je schouderbladen helemaal uit naar boven. En onderin laat je ze helemaal naar elkaar toe komen. Terwijl je je armen gestrekt houdt. En dat doe je 10 keer. Zorg ervoor dat je niet met je heupen gaat inzakken. Daarna, na de Push-up Plus, ga je direct door met de Hollow Body. Die hou je eventjes vast. 20 seconden. 30 uh, seconden bedoel ik. <laughs> hollow Body gaat als volgt: als het lukt, mag je je benen helemaal gestrekt, je armen gestrekt naar achter, je trekt je ribbenkast naar je heup. En dat hou je vast. 30 seconden. Als dat nog te zwaar is, dan doe je nog steeds hetzelfde met die ribbenkast. Die trek je naar de heup, maar dit keer je armen langs je benen. En je voeten omhoog. En dan hou je dat vast. Als dat nog steeds te zwaar is, kun je ook één been naar je toe trekken. En dat wisselen. Of allebei. Als je maar focust op die hollow body positie. waarbij je, je ribbenkast naar je heupen trekt. je schouders naar de heupen. Laatste oefening in die, uh, in die warming up set. is de speed step. Nou, ik heb een microfoontje. dus ik ga geen springtaal voordoen. Maar wat je doet met de speed step. is rustig springen. en je voeten beweeg je om en om. Dus elke keer als je één voet optilt. sla je het touw daaronder. En de volgende set van de. Um, uh, van de warming up en uh, daarmee begin je met de plank to pike. Die gaat als volgt: je start in de plankpositie van de plank, ga je naar de pike positie. Probeer maar met je hakken op de grond te komen. Je neus duw je naar je knieën en dan gaat weer terug naar de plank. Na de plank to pike ga je door naar de slow alternating tuck ups. Die gaan als volgt. Die ligt op de grond. komt langzaam omhoog. Eén knie trek je naar je borst. Tikt je voet aan. Langzaam terug. Alsof je in slow motion een tuck-up doet. Op die manier. Derde en laatste zijn de single-unders. Dus weer zonder springtaal. Maar doe maar alsof ik er eentje vast heb je rustig springen en elke keer tussendoor sla je het touw de grond in het laatste setje van de warming up zijn 5 push ups, 5 ab mat sit ups en double unders. Nou voor de push up je kan hem doen op de box, op de hoge box, op de hoogste stand, de middelste stand of de laagste stand of op de grond. En als je hem op de grond doet, ziet dat er als volgt uit: kaarsrechte plank, je gaat met je borst helemaal naar de grond en je duwt weer uit omhoog voor de volledige push-up en daarvan doe je er vijf tijdens je warming up. De ab mat sit-up. Je start met de ab mat op de grond achter je rug, de bolle kant achter je rug, en dan kun je of met je benen gestrekt of met je benen gebogen de ab mat sit-ups doen. En tenslotte de double under doe je er op 30 seconden test. En bij de double under draai je dus twee keer in de lucht terwijl je één sprong maakt. Nou, die 30 seconden test daarvan laat je afhangen wat je gaat doen tijdens de workout. Voor de workout, het zijn uh, 7 push-ups, 14 ab sit-ups en 21 double-unders. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk probeert om unbroken te gaan. Succes!